Bij een ongeval met een hoogwerker in Zaltbommel zijn vanmiddag 2 mensen overleden. Een derde is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens werkzaamheden aan een pand langs de A2. Dat pand wordt verbouwd tot een Van der Valk hotel. En in Zaltbommel, daar is Arjan Hoefakker. Arjan, op de plek daar waar het gebeurde staat ook een hoogwerker. Kun jij al iets zeggen over wat er gebeurd is? De hoogwerker staat er nu nog steeds. Er waren 2 mannen van 51 en 53 jaar uit het Brabantse Someren waren daar aan het werk. Bovenin die hoogwerker, het gebouw, daar hangt een groot spandoek voor. Je kunt het nog zien wapperen en ze waren bezig met dat spandoek. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. In ieder geval hoe dat gebeurd is, dat weten we niet. Maar het bakje waar de mannen in stonden is in zijn geheel naar beneden gevallen. En er is ook een 23-jarige man bij gewond geraakt. Die heeft het dus wel overleefd. Maar die 2 mannen die zijn bij het ongeval overleden. Het is hier bij de afslag Zaltbommel. Dus er rijdt veel verkeer langs. Maar er staan ook veel kantoorgebouwen. Dus ik heb heel veel verslagen mensen hier verdwaasd rond zien lopen. Die veel aan het roken waren en met elkaar aan het napraten. Want zij hoorden ineens allerlei helikopters overkomen en ambulances. Ze dachten dat er misschien een ongeval was gebeurd op de snelweg. Maar toen zagen ze daar dat er op één en hetzelfde moment 3 mannen werden gereanimeerd. Daar kunnen we even naar luisteren. Wat wij zagen waren eigenlijk traumahelikopters en heel veel ambulances. Dan ga je toch uit nieuwsgierigheid even kijken wat er nou precies aan de hand is. Op een gegeven moment begonnen ze met reanimeren van in ieder geval 3 van de mensen. Dat heeft even geduurd, ik denk 20 minuten ongeveer of misschien wel iets langer. Op een gegeven moment haalden ze de doeken tevoorschijn en dan weten wij eigenlijk ook al wat er gebeurd is. Ze liggen heel dicht bij de sloot en dan baal je wel flink dat ze misschien niet daarin gevallen zijn. Dat ze misschien toch met minder erg ervan afgekomen waren dan nu. Ja. En dat je daar gewoon 's ochtends je man of wie dan ook naar het werk ziet gaan en misschien niet eens afscheid neemt. Misschien zijn ze 5 uur 's ochtends begonnen en hebben ze de vrouw of kinderen niet eens meer gezien of gedag gezegd. En dat slaat wel echt aan bij de mensen. Ja, Arjan, hoe gaat het nu verder? De inspectie SZW doet hier uitvoerig onderzoek om erachter te kunnen komen hoe dat nou is gebeurd. Is het bakje in één keer naar beneden gevallen? Is hij misschien gaan bewegen? Wat er is gebeurd is niet duidelijk. En dat zal uit dat onderzoek moeten blijken. Arjan Hoefakker vanuit Zaltbommel, dankjewel.